Vorig jaar kon hij de druk niet aan. Lobkov stond toen eerste. Eerst eens kijken of Worspoen de druk aan kan. Nu die moet verzilveren. Goeie start. Mooi. Ja, Worspoen is nooit vals. Worspoen 9,69. Kijk hem eens hier weggaan. Dat oogt er sneller uit. 9,60. Ja. Wauw. Dat is heel Worspoen. Snel voor Worspoen. Dat doet hij ook nooit. Die rust. En nu komt zijn snelheid. En nu zit hij al bovenop Lobkov daar. Oh. Hij zit er al bij. Hij moet gewoon inhouden om die bocht in aan te kunnen snijden. Ja, het bochtenwerk is goed. Zoals het hele seizoen. 34,78 zijn baanrecord van vanmorgen. En wat pakt hij die Lobkov in? En dan komt hij hier op 34,69 wereldkampioen. En Lobkov sowieso. Lobkov is weg voor het podium. Alweer. Dus Kato komt op het podium. Dat is mooi voor de Japanners. Kyu Lee, de wereldkampioen sprint, staat op het podium. Maar de beste man op de 500 meter dit hele seizoen al is, was en blijft Jeremy Worspoen.